De inval van het federaal parket bij Fouad Belkacem en enkele andere Sharia for Belgium-leden blijft mogelijk niet zonder gevolgen. De stichter van de wereldwijde beweging, Sheikh Omar Bakri Mohamed, spreekt namelijk dreigende taal. VTM-journalist Robin Ramakers trok voor Telefax naar Tripoli in Libanon, de woonplaats van de Sheikh, en sprak met hem. Met wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt, de nieuwe evoluties in het Sharia for Belgium-dossier, de arrestaties, de hele groots opgezette politieactie, leek het ons bijzonder interessant om eens te gaan kijken wie dat er eigenlijk aan de top van de piramide van die organisatie staat. En dat is, als je wil, als geestelijke leider, die Sheikh Omar Bakri Mohamed. Bakri Mohamed is een bekende haatprediker die geregeld van zich laat horen. Hij leeft momenteel in ballingschap in Libanon, maar zijn invloed is onverminderd. Hij is ook erg invloedrijk omdat hij op het internet voortdurend actief is. Onder andere wat betreft het ronselen van jonge jihadis die naar Syrië willen trekken. De ontwikkelingen in het Sharia for Belgium dossier in ons land kon Bakri Mohamed alvast niet smaken. En dat maakt hij ook duidelijk. Je hoort daar een soort van waarschuwing in dat ook in België er maar beter kan worden opgelet dat je met vuur speelt als je bepaalde mensen te hard aanpakt. Rebellious against the scarf, the khimar, the jilbab, the chador, whatever you want, the woman cover, this is not good. Because that is really will make people see you, oh my God, you are really in a war against Islam, and we are still look at you as you are the friendly, it's a neighbor, and this is where playing with fire. What do we risk if we are playing with fire? If you usually play with fire, you will burn yourself, you will get shock, and you start after that to suffer. So don't play with fire.